Hey iedereen, welkom bij het kanaal Pickit. Zoals je kan zien zit ik op de fiets en we zijn onderweg naar het station, want we gaan de Lego winkel bezoeken in Brussel. Het is 28 mei en het is mooi weer, dus perfecte dag om eens te kijken welke bricks ze hebben voor mijn nieuwste mok, de Indiana Jones mok. So, stay tuned for that en laten we op ons een beetje haasten, want we moeten de trein halen. Zo, we zijn aangekomen in het station. Ik heb juist op de app gekeken en we moeten een trein hebben om 10:30 op spoor 11. Dus mijn fiets staat weg, dus laten we ons begeven naar de perron. Zo, we zijn aangekomen op het perron. Het is in het nieuwe gedeelte van het station. En ruim op tijd, want ik heb nog denk ik een kleine 10 minuten voor mijn trein. En ik ben heel benieuwd, want ik ben eigenlijk al heel lang niet meer in Brussel geweest en nog nooit niet in de Nieuwstraat. Dus laat het treintje maar komen. Zo, ik ben juist in de Lego winkel geweest en ik heb hier in Brussel, ik heb een hele zak gekocht. En laten we nu terug naar huis gaan en jullie tonen wat ik heb gekocht. Het is namelijk voor mijn Indiana Jones mok, zoals ik al eerder in deze video had gezegd. Dus op naar het station, terug de trein naar huis en laten we dan beginnen bouwen. We zijn terug thuis vanuit Brussel in onze brick room en ik heb 3 cups gekocht in Brussel voor mijn Indiana Jones mok. Dus laten we deze even uitdumpen en jullie laten zien wat er nu in deze 3 cups zit. Nu, ik ga beginnen bij het makkelijkste en dat zijn deze cups.
En die zitten eigenlijk met hetzelfde gevuld. Ziezo, ik ga niet alles uitdumpen. Het zijn voornamelijk deze 1x3 dark bluish grey bricks. En deze nougat 1x1 plates die dat ik heb gekocht. Dit is nog een volledige cup vol met large 1x3 dark bluish grey bricks voor mijn rockwork in mijn mok. Dus dit gaan we aan de kant doen. Voilà. Oké, en de derde cup is deze cup, gevuld met vele verschillende blokken. Een hele hoop. Wat zit er zo namelijk allemaal in deze cup? We hebben de standaard 2x4 in het green. We hebben some green leaves. En we hebben deze dark orange plates van 2x6. Hele leuke kleur om te gebruiken. Ik heb ook nog een sand blue 1x1 tuil. Ik weet nog niet gezien in de Pick a Brick Wall. Dus wie weet voor een beetje de mozaïek. En we hebben ook nog deze 1x1 flowers in het groen. Een hoop groene plaatjes en blokjes om te gebruiken voor mijn Indiana Jones mok. Zo, dit was het dan weer al voor deze Brickit vlog. Ik hoop dat je het fijn vond. Geef deze video een like. En laat me weten in de commentaar wat je van deze vlog vond. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende video of Brickit. Toedels!